Ik ga vloggen. Niet elke dag, gewoon af en toe een keer. Met dingen die ik doe als ik vrij ben. Want ik moet ook vaak werken. En daar ben ik naar school. Dus in de dingen wanneer ik vrij ben, ga ik lekker filmen. Net als vandaag ga ik werken. En ja, wat ik daarna ga doen, dat zei ik nog even niet. Dan zien jullie daar ook al mijn vlogs. Maar ik heb echt heel veel zin in. Nog één dag werken trouwens. Dat is vandaag. En dan heb ik weekend. Dus dat is echt ideaal. Maar ik zie jullie daar ook weer bij mijn volgende video. Of mijn volgende deel. Zeg maar terug. Ik ben ook klaar met rijlessen en met werken. Ik was om 2 uur thuis van het werken. Ik moest om 2:30 rijlessen. Dus ik had niet heel veel tijd om nog te filmen in de tussentijd. Nou ga ik me klaarmaken. Want ik zei er straks al, ik zeg niks. Maar in de titel is waarschijnlijk al te zien dat ik naar Wiesmeeuwis ga. Ik heb er zoveel zin in. En van tevoren gaan we uit eten. En nou ga ik me even klaarmaken. Mijn haren proberen te krullen. Ik hoop dat lukt. En even mijn gezicht erbij werken. En dan ga ik me klaarmaken of vanavond naar Wiesmeeuwis te gaan. Want we moeten over een uur gaan. Dus ik heb echt niet veel tijd. Volgens mij minder dan een uur zelfs. We zullen het even afwachten. Maar ik hoop echt dat ik het haal. Maar het komt wel goed. Tot dadelijk. We zijn bij Wiesmeeuwis. Kei leuk. Ja, het is echt heel leuk. En we lopen nu weer terug naar binnen. Oh ja, en ik heb niet meer gevlogd, want we gingen eten en we hadden keiveel haast. Ja, en dit is mijn haar open. En ik zie die mensen ook kijken langs me. Allemaal hetzelfde shirt. Waar ben je, Denise? Oh, hier. Ik hoor mijn maag. Wat? Ik heb mijn voorlaag. Sorry? Ik ben thuis en ik ga zo slapen. Ik heb niet meer kunnen filmen vandaag. Sorry daarvoor. Het was al mijn eerste vlog en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Oh ja, ik heb tussendoor ook niet meer gefilmd. Want ik kwam thuis van rijles en ik ging me echt gelijk klaarmaken. Die beelden hebben jullie nog wel gezien. En toen wou ik mijn haren krullen en toen hadden we zoveel stress om de trein te halen dat ik niet meer heb kunnen filmen. En toen zijn we vrij snel uit eten geweest. Ik zal wat beelden laten zien. Wat ik heb gegeten. Alleen toen zijn we snel weer uit eten geweest. En ja, daarna zijn we naar Wiesmeeuwis gegaan. En daar ben ik pas weer begonnen met wat filmen. Ook niet heel veel. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie van genoten hebben. En ik hoop dat me dit goed bevalt. En dan ga ik ermee door. Dus ja, fijne avond verder. Doeg!